of Kings and Prophets. Op 8 maart zal deze serie de lucht ingaan. En de vorige keren heb ik niet heel veel verteld over de cast. En hier zien jullie een foto van één van de castmembers. En dit is Louis Talpe. In Nederland bekend voor zijn rol in GTST. En in België, maar ook in Nederland bekend voor zijn rol als Mega Toby, volgens mij, in Mega Mindy. Kinderserie op de Belgische zender Catnet. Hij speelt in Of Kings and Prophets de broer van David, die in het leger gaat bij koning Saul. Zijn naam is Eliab. En ergens, wanneer de profeet Samuel David voor het eerst ontmoet, komt hij nog meer broers van David tegen. En uit een van die broers moet hij de nieuwe koning gaan kiezen. En Samuel denkt, nou, die Eliab, stoere gast, misschien kan die het wel worden. Maar het loopt wel anders. Louis Talpe is niet de enige Zuiderbuur die meedoet aan deze serie over de koningen en profeten van Israël. Er is ook nog een Belgische actrice die een rol heeft in deze serie. En daar komen we in een ander filmpje nog op terug. Hier een foto van Eliab in vol ornaat voor het leger van koning Saul. Hij zal dus dat zwaard waarschijnlijk gaan rondzwaaien tijdens een van de veldslagen die ook te zien zullen zijn. De vorige keer zijn we gebleven bij het verhaal over Samuel en dat Samuel geboren was en dat zijn moeder daarom gevraagd had bij God. En nu zij een zoon gekregen heeft en hem heeft afgestaan aan de tempel, aan het huis van God in de plaats Silo, waar Eli hogepriester was, dankzij de Heer, dankzij God. Dat gaan we lezen. Nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Fier heft mijn hoofd zich op dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden. Want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden. Blaas niet zo hoog van de toren, want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gebogen. De boog van de helden is gebroken. En wie wankelen, weten zich gesterkt. Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood. Wie hongeren, zijn verzadigd. De onvruchtbare baart 7 zonen. En wie veel kinderen heeft, verwelkt. De Heer doet sterven en doet leven. Hij zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. De Heer maakt arm en hij maakt rijk. Vernedert diep en heft hoog op. De zwakke en de arme helpt hij overeind. Hij haalt hen uit het stof en uit het slijk. Tussen de edelen zet hij hen neer. Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de Heer zijn de pijlers der aarde, waarop hij de wereld heeft vastgezet. Die hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad, maar de zondaars komen om in het duister. Ontoereikend is de menselijke kracht. Wie het opneemt tegen de Heer, wordt gebroken. Vanuit de hemel dondert hij hun toe. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Daarop ging Elkana terug naar het huis, naar Rama. De jongen bleef echter achter onder de hoede van de priester Eli om de Heer te dienen. En dan gaat het over het wangedrag van de zonen die Eli had, Hofni en Pinegas. De zonen van Eli waren een stel afpersers. Ze trokken zich niets van de Heer aan en maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn. Wanneer iemand een offerdier liet slachten, dan kwam er, als het vlees gaar was, een priesterknecht met een drietandige vork. Daarmee prikte hij in de pot, de pan, de ketel of de schaal. En alles wat er aan de vork bleef hangen, eigende de priester zich toe. Zo verging het alle Israëlieten die in Silo kwamen offeren. Sterker nog, soms kwam de priesterknecht al voor er rook van het vet opsteeg eisen. Geef het vlees aan de priester om het te roosteren, maar wel rauw. Gestoofd vlees wil hij niet.
Als dan degene die aan het offeren was antwoordde, wacht tenminste totdat er rook van het vet komt. Dan kunt u nemen wat u wilt hebben. Dan zei de knecht, geef op, anders neem ik het met geweld. De Heer nam het wangedrag van Eli's zonen zeer hoog op. Ze toonden geen eerbied voor de gaven die de Heer toekwamen. De kleine Samuel diende de Heer en droeg daarbij een linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte ieder jaar een nieuw manteltje voor hem, dat ze meebracht wanneer zij en haar man hun jaarlijkse offer kwamen brengen. Eli zegende Elkana en zijn vrouw met de woorden: Mogen de Heer u bij deze vrouw nog andere kinderen geven, in plaats van de jongen die zij aan de Heer heeft afgestaan. Dan gingen ze weer terug naar huis. De Heer zag inderdaad naar Hanna om. Ze werd opnieuw zwanger en baarde nog 5 kinderen, 3 zonen en 2 dochters, terwijl de jonge Samuel dicht bij de Heer opgroeide.